Ossie lijkt verbaasd dat hij tussen jullie mag liggen. Je valt meteen in slaap en droomt dat Ossie heel groot is en vleugels heeft. Je zit op zijn rug en hij vliegt over de zee, over groene velden en over bergen, kale bergen. Ossie mompelt iets. Je verstaat niets van wat hij zegt. De wind waait ineens harder. Ossie zegt dat hij jouw vader gaat ontmoeten. Of jij een boodschap voor hem hebt. Je roept terug dat je zojuist je vader hebt gesproken en hij liever geen bezoek wil krijgen. Dus ga niet naar mijn pa, Ossie. Ossie duikt plotseling in een ravijn en je blijft in de lucht hangen. Je ziet hem met zijn vleugels slaan en zijn vleugels vlammen vuur. Ossie verdwijnt en je vliegt verder over de kale bergen, over groene velden en over de zee. Plotseling zwem je in de zee naast een grote schildpad. Het dier valt je aan met een open bek vol scherpe tanden. Je hoort de stem van je vrouw. Ze trekt aan je arm en wil je uit de zee trekken. Je schrikt wakker. Je draait je om op je rug. Je bent blij dat je wakker bent, dat het maar een droom was. In de eerste 15 jaar na je komst naar Nederland als asielzoeker voel je bijna elke nacht in je dromen de gevolgen. Bijna altijd dezelfde droom. De geheimagenten van de Iraakse regering zijn onderweg om jou te arresteren. En je springt over de tuinhekken van de buren en je stijgt omhoog. Ineens vlieg je boven de huizen, boven de stad en boven groene velden. Je hebt nooit uitgezocht wat vliegen in dromen betekent. Je wist min of meer dat je vlucht en het verlaten van je vrouw, je moeder en je kinderen diepe sporen in je ziel heeft achtergelaten. Sporen die onmogelijk uit te wissen zijn. Tijdens je vlucht verkeerde je maanden in een onzekere en gevaarlijke situatie. Je hebt 2 keer oog in oog met de dood gestaan. Ook in Nederland heb je maanden in onzekerheid geleefd. Je angsten voor het gevaar waarin je familie in Bagdad verkeerde, teisterde je. En je ging gebukt onder een ondraaglijk schuldgevoel. Elke keer weer was je dan erg blij als je weer wakker werd in het veilige Amsterdam. Je hoorde vaak over liquidaties, moorden en berovingen in Amsterdam. Maar persoonlijk merkte je er niets van. En in Amsterdam voelde je veilig en fijn.